Ik vind het wel leuk om buiten te spelen. Soms zit ik ook nog wel op de iPad, dat vind ik ook wel leuk. Maar buiten spelen, dat vind ik ook wel heel leuk. Hier in de buurt zitten niet zoveel speeltuinen. En in die speeltuintjes, die zijn niet meer van onze leeftijd. De kinderen van de Eleanor Rooseveltlaan zijn dus niet blij met de speeltuintjes in de wijk. Om hier aandacht voor te vragen, hielden ze samen met hun ouders op woensdag 16 juni een actiedag. Mijn kinderen spelen hier heel vaak en het enige wat ze dan kunnen doen is eigenlijk met modder gooien richting het slootje. En meer is hier niet te doen of te voetballen. En het initiatief is van haar gekomen, want wij willen ook een speeltuin. Ons speelbeleid is er heel erg op gericht om ook te luisteren naar wat er speelt in wijken en daarop aan te passen. We weten al een aantal jaar dat het aantal speelgelegenheden voor de wat oudere kinderen wat beperkt is. En ik heb ook begrepen dat de kinderen hier vooral wat uitdagender willen spelen. Nou, dat kan ik goed begrijpen. Dus daar gaan we wat mij betreft ook naar kijken. Het is een combinatie natuurlijk van en veilig kunnen oversteken. Vertrouwen hebben dat je je kind alleen naar een speeltuin kan laten gaan. En het is ook het samenspelen met alle kinderen in de buurt. Het is een hele mooie multiculti-buurt. Nou, dat is fantastisch. En dat kan allemaal samenkomen in deze mooie, hopelijk ooit komt hier een mooie nieuwe speeltuin. Nou, we gaan er serieus naar kijken. We gaan kijken wat de behoefte is. Misschien moeten we ook op de bestaande speelplekken wat anders doen. Dus laten we het in ieder geval in die buurt goed gaan bekijken, het gesprek aangaan. En ik denk dat in ieder geval de verkeersveiligheid een aandachtspunt is wat we nu heel serieus moeten meenemen naast het spelen. De boodschap van de ouders en de kinderen is dus goed aangekomen bij de gemeente. En als het aan de kinderen ligt, weten zij wel hoe de nieuwe speeltuin eruit moet gaan zien. Nou, als ik het wil, dan graag een luchtkussen en een zandbak en een pierenbadje en schommels en een soort van lasergamespel.